Hi, ik ben Jelle. Je vindt me bij Joop op sales, je vindt me op festivals, manetje van alles, heel veel verschillende plekken. Dit jaar zijn we met het Joop Brouwteam de Joop Chapters begonnen, waarbij we het brouwteam uitdagen om elke maand met een uniek, nieuw, tof bier te komen. En deze maand zijn we bij nummertje 3, de Joop Wat de Kwijk. Kwijk is een Noors gist, uniek om zijn hoge vergistingstemperatuur. Normaal gesproken gebeurt dat tussen de 18 en de 24 graden. In dit geval 30, 35, 40 graden. Waardoor de hele mooie, bittere, funky, goede rode fruittonen vrijkomen in het bier. My name is Piotr Bielman, I'm from Poland. I'm a quality technologist. In this beer we use Kvike yeast, which are very special, originally from Norway. Back in the days they used this very funny special ring to cultivate the yeast and to pitch the yeast into the tanks. That was very farmhouse style. We name Kvike family of strains of yeast. They produce a lot of esters. Kind of funky, it depends what kind of strain you have. Those yeast can ferment in 40 degrees and still do not produce the off flavors like fusels, high alcohols, which are very unpleasant. Playing with this yeast was really fun for us and we had a really good time because that's very unusual to use this kind of yeast. I think everyone is happy with the product. It's very interesting because it's unique, so yeah, try it. De Wat de Kwijk, een red IPA, 7%. Mooie dieprode kleur, goede mooie schuimkraag, goed stevig. Geeft mooie tonen van rood fruit, goed bitter. Bijna karamelachtige tonen erin. Hoppig, grassig, bloemig, goede bittere smaak. Het eerste wat je denkt is meteen vol, intens, bitter. Als je ietsje langer wacht, voel je heel mooi die rood fruit smaken doorkomen. Zwarte bessen, beetje aardbei zelfs bijna. Perfect voor deze tijd van het jaar, maart, graadje of 5. Mooie, volle, warme tonen daarvoor. Maar toch echt een goed stevige, bittere IPA. De Wat de Kwijk. Proost. On to the next. Cheers.